Meteen imposter. Oh, ik ook. Meteen. Laten we gewoon iedereen killen samen. Ja, laten we dat doen. Oké, luister. Ik ga even in deze vent springen. Hey jongetjes, vergeet even niet te abonneren. Dank u wel, ik ga er weer vandoor. Joejoe. Oh, het wordt donker. Even kijken, waar de frick is onze map heen? Ik heb dit al zo lang niet gespeeld, hè. Wow, daar is alles. Oh, Lars, jongen. Niet goud lukken, gast. Ik kan je vertellen wie het gedaan heeft. Maar, Larsie, vertel, wat heb je gezien? Ik zie ineens dat ik naast Ryan en goudblokken sta. En ineens is goudblokken neer. Dat is wat ik zie. Ja, dat is letterlijk ook wat ik heb gezien. Maar even, welke rol zit er allemaal in? Zit er een rol in die zichzelf kan killen? Nee. Eerst even dit. Ik heb geprobeerd weer gelijk te omzeilen. Sure. Ik heb het gezien. Ik heb degene gezien met het mes in zijn hand. Nou, vertel. Want jij hebt ook zo'n leuk brilletje op. Je kan dat goed zien. Het was Gary. Ja. En een thong, hè? Kom op. Kan niet. Het was Gary. Ja, dat is het enige waar ik naar kijk. Ja, dat kan echt niet. Ja, het was echt Gary. Dat kan echt niet. Waarom zeg je dat? Echt niet, man. Ja, jij zegt wel op Discord dat je mij gaat shanken, dus ik ga je er nou bij bitchen. Ja, je zei dat je mij zou fouten. Wie zei dat hij mij zou fouten? Ik vote Scapfo. Nee, wat? Gerry is een beetje een stemmingsmakerij, maar het is hier van Ryan. Ik kwam aan op dat platform en er stond inderdaad Ryan en Lars en een like. Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik stond met Lars en met Goudblokker en met mij, mezelf. Maar dat was de vraag daarom. Is er een rol waarmee je jezelf killt op het moment dat je interacteert? Want eerst hadden we die rol. Sheriff? Oh, nee, we hebben Sheriff alleen. Oh. En we hebben misschien Arsonist, Werewolf en dan twee imposters. Ja, dat was zo'n rol dat als je zeg maar, op iemand klikt of interacteert, dan ga je die veteran. Over. Maar die hebben volgens mij niet aanstaan. Maar Ryan, ik zag jou shanken als een drillrapper, dus... Ik heb hem echt niet geshankt! Nee. Maar dat is het ding, drillrappers shanken niet, dat is alleen maar doen alsof. Hebben we een guesser in de game, anders kan ik mijn rol wel... Ja, we hebben... Oké. Expose hem maar, doe maar. Zeg maar wat het is. Nee, zeg maar gewoon. Laat me je guessen. Wat is je rol? Welke rol zit er allemaal in? Teleporter? Teleporter dan. Transporter. Dat kan niet, dat ben ik. Transporter. Nee. Dus zus op Larsen, Ryan? Ja, ik heb Barend gekild, maar niemand vond hem. 100% Ryan. Oké, Skep, ik ook. Heb jij ook Barend gekild? Ik ook, what the fuck? Wat stond jij daar te doen? Waarom is Larsje niet zus dan? Ik stond gewoon stil, weet ik veel. Ik ook! Ik liep niet! dit is een sus, boys. Sus. Wat is dit, jongens? Boef, boef. Ik bijt mensen dood. Deze lamp ziet er fascinerend uit. Het geeft licht, jongens. Het geeft licht. Oh, ik ga hier even weg voordat ik echt dood ga. Ik durf te wedden dat nog nooit iemand dat heeft gezien. Gast. Hey. Sebas, ga jij mij niet doodmaken? Kunnen wij het 2, 8, 1, 4, 3. Niet allemaal op de stack staan, ik word niet bang van. Oh, we zijn maar met z'n tweeën. Nevermind. Ik moet hier blijven. Oh, hij moet daar blijven. Ik niet in ieder geval. Hallo? Mag ik iemand gratis doodmaken? Nee, dank je. Easy. Easy. Okay. Oh, deze hoef ik niet. Mag ik iemand bijten? Nou, dan niet. Dan niet. Dan ga ik gewoon weer verder in het leven. Oh. Ja, dat was ik. Kijk jongens, kijk dit lampje. Nee, ik ga wel weg. Ik wil iemand hebben, iemand die mij samen het leven wil delen. Er is iemand aan het venten, ik zie Dat was ik. Oh, jij bent weer... Waarom ben je altijd Flash, gast? Hij gaat gewoon weg. Ik ben gewoon altijd Flash. Jij bent gewoon altijd Flash. Oké. Hey, Lossi. Hoe de fuck ging jij ineens weg, Rudy? Ja, Rudy is zieke Flash, man. Oh, we gaan een ticketje spelen met Rudy. Gast, dit is de strat. Tikketje. Oh, domme. Hey, awesome dead. Wat zei je nou? Iemand heeft mij gewisseld, want ik was met Ryan aan het praten. Oh. Ryan is best wel kindvriendelijk. Cap, jij bent het altijd, hè? Ja, dat klopt. Bro. Oh. What the fuck? What the fuck? Was ik net nog harig, hè? Ja, net was je nog harig en nou ben je vooral in een muffin. Cap, je hebt een sok in je mond. Dat is wel interessant, dat Scap zeg maar nu de sok in zijn mond heeft, want Scap stond dichtstbij van het lichaam. Nee, die heb je shankt daar gewoon te zeggen, Scap. Die shankt in één keer gewoon Barend neer. Mijn zoon. Ja, maar jij zag dat dus gebeuren. Ja, ik stond met Scap te praten en in één keer was het shing,
Wacht, ik zeg, het enige wat ik zei van, Skep, jij bent het, hè? Hij zegt ja, en hij steekt hem zo neer. En ik denk bijna zo, what the fuck? Is Skep de... Ja, maar dat is een imposter of maar kunnen we bevestigen dat jij niet een imposter bent en kunnen we bevestigen dat hij dan niet de sheriff is? Mm-hmm. Want de sheriff kan zeg maar een paar aardige mensen... Ja, ik ben geen imposter. Maar, ik hou meer van vrachtwagens. Hoe had je al een heel gesprek met Skeptrick? Want ik bedoel, echt 3 seconden geleden ben je geswapt met Larissa. Hoe heb je een heel gesprek gehad met Skeptrick? Nee, dat is de volgende ronde. Nee, ik heb met Rijn geteleport. Oh. En toen ben ik geswapt naar Skeptrick toe. En toen zei ik al gelijk, jij bent het, hè? Oh. Zoals ik dat bij Rijn deed. Want dan hoor je mijn stem of je lief of niet. Ja, precies. En toen zei hij, ja klopt. En toen stak hij zo barend gewoon vol in zijn maagdelijke... darmkanaal. Zo. Dat is een maagdelijke darmkanaal. Oh, wow. Skep, je mag niet lachen. Je bent gemute, klootzak. Okay, maar... kan Rudy teleporteren of zo? Of heb ik... Nee, ik ben heel snel. Rudy, Rudy is gewoon een speedy dinosaur. Ze hebben wel kleine armpjes, maar die, zo, die zijn en snel. Mijn benen zijn wel een kracht. Ja, precies. Die zijn evolved. Maar weten we nu echt iets of zijn we aan het kutten? Want, Nee. Nou, ik heb echt, maar Skep stond sowieso bij een vallend lichaam. Maar ik kwam er wel echt op inlopen. Dus voor hetzelfde geld heeft Awesome Daddy hem geblackmailed of zo. Het kan ook zijn dat, volgens mij, het kan zo dat er een arsonist in zit. En deze arsonist is anders, volgens mij. Deze kan killen in plaats van dat hij iedereen aan moet steken. Oké, fuck it. Ik ga Skep voten. Oh. Oké, ik heb 100% Skep. Jij gaat Skep. Skep. We hebben geskept. We hebben geskipt. Let's go. Trip. Ik denk dat het Ryan is. Let's go. Maar ik was het wel. Dat betekent dat hij het is. Oh, oké. Laat me meteen even zo... Oh, dat was Ryan is engineer. Wat? Hey, hey, hallo, Skep. Verdedig jezelf eens even. Ja, oké. Ik heb dus een goed punt. Ja, we stonden hier. Kom. We stonden dus hier zo. Ik stond hier zo. Ik kwam Awesome Dad zo tegen. Hey, Awesome Dad, hoe gaat hij ermee? En toen zei hij, jij bent de imposter, hè? Dat zei helemaal niet. Oh, sorry, maar toen kwam Sebastian Kimi aan en hij zei, en Awesome Dad zei zo van, jij bent het, hè? En toen zei ik ja, en toen killde ik Sebastian Kimi. Wel, hij killde ik wel, dus hij de kill heeft gemaakt. Ja? Ik heb even toegegeven dat ik de kill heeft gemaakt. Klopt. Ik ben het altijd. Als jij de sheriff bent, zeg het dan. Ja, sorry. Lars, hoe leef jij nog? Hey Lars. Hoe leef jij nog? Hoe leven jullie? Hoe leven wij nog, ik jongens? Ik ben snel, ik kan gewoon niet dood. Nee! Wat? Hoe ben jij dood? Ik liet hem bewust in leven, man! Ja. Hoe ben jij dood gegaan? Dit is heel vet. Huh, hoe is Skep dood? Hoe ben jij dood? Beneden, hij is arsonist. Nee, oké, ik ga Larsje stemmen. Ja, weet ik, ik weet het niet. Duncan, niet op mij stemmen. Fuck, ik moet kiezen. Nee! Goed zo! Nee! Je hebt gewonnen, hè. Oh, bro. Na 5 jaar. Verdomme. It took 28 years. Ik heb helemaal niet. Yes, we hebben een goede. Ik was helemaal in de war, joh.